Noob Army Tycoon. Like de video als jullie willen dat wij gaan winnen. Vandaag zitten we in Noob Tycoon en de shoutouts gaan naar Itsvamke en naar Bjorn. Shoutout aan jullie. Wil jij er ook in? Kijk tot het eind van de video. Ik heb al wat gebouwd, zoals jullie kunnen zien. We zijn oranje. Eigenlijk zouden we roze moeten zijn. En zoals jullie kunnen zien, hebben we hier al Army die voor ons gaat strijden. Als we inderdaad gaan kijken naar onze Spectate Army, dan zie je hoe cool we zijn. En dit is ons gebouw, want wij zijn de grootste. Zoals jullie zien, ik heb dit niet gekocht met geld. Ik heb letterlijk niks gekocht. Ik ben gewoon gaan wachten. Ik heb alleen dit gebouw gebouwd. Ik dacht, ik ga nog niet te ver bouwen, want ik wil het met jullie doen. Ik heb alleen dit gedeelte gebouwd. En we gaan hiermee beginnen en hiermee beginnen. We gaan ondergrond gaan werken. Dus ik vraag me af wat het is. Like de video voor meer Roblox. Ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Maar we gaan hier naartoe lopen. Want ik zag dat we hier iets ondergronds konden bouwen. Oké, bye. We hebben genoeg geld. Dus we kunnen lekker door gaan bouwen. Oeh, wat is dit? Oké, we hebben hier iets. Ja, ik weet het niet. Het lijkt een zwembad. Oeh, bye. We kunnen hier iets kopen. Ja, wat gaat dit worden dan? Het lijkt, oké, een deksel. Een deksel op de pot. Oké, ik weet nog niet wat het kan doen. Hier is ook nog iets. We buy. Het loopt naar beneden met een deksel. En we hebben hier een knop. Use elevator. Oeh, er is een lift. Dus als we hier vallen, dan hebben we een lift. Buy. We kopen gewoon alles wat mogelijk is. Dit is een knop om met de lift te gaan. En dan is dit een ondergrondse basis. Ziet het er naar uit. Oeh, kijk eens aan. We hebben een raket. We hebben nog een raket. We hebben nog een soort van raket. Hartstikke leuk. Oh, ik vind deze leuk. Hij is knalrood. Ik denk dat dit ons niet zal tegenhouden tegen onze vijanden. Dus we hebben onze raketten geplaatst. We pakken de elevator. Zo, we gaan weer met de lift daarboven. Hartstikke leuk. En dan zijn we weer gelijksvloers. We gaan eens kijken. We hebben dus hier een lift geplaatst. We gaan eens kijken aan de randen of daar nog iets kan gedaan worden. Want soms kan dat. Ik moet nu niet hier af gaan vallen. Want het lijkt me niet zo slim. Ik zie geen knopen of knoppen meer voor de rest buiten de lift. Dus hier zijn we dan klaar. Hier zie ik weer een knop. Oeh, de vijanden zijn ook wel lekker bezig. Eigenlijk moest je dat nooit zeggen. Dus dat is hartstikke leuk. Spawn boot. Oh, je kunt een boot laten spawnen. Ik denk dan dat inderdaad onze lieve kereltjes dan de boot kunnen pakken. En zo de vijanden kunnen pakken. Oeh, wacht, als je dit koopt, dan kun je gewoon mensen laten komen. Heb ik dit nu gedaan? Ja, ik heb rank VIP gespawnd. Dus het goed is, gaan er hier nu mensen komen die gaan zorgen dat alle vijanden van ons wegblijven. Dus we hebben alle VIP's gespawnd. Zo, hier zat een mega jacht. Dus daar kunnen onze mannetjes straks op opgaan. Ons huis ziet er super of wel, ons huis. Ons legerteam van mannen gaat er goed vandoor. Succes jongens en kom levend en wel thuis. We gaan hier aan beginnen, want dit gedeelte moeten wij nog helemaal gaan starten. Dus ik zeg, ik kon ook vanaf nul beginnen. Maar dat is best wel saai in het begin, want dan gaat het heel traag. Dan moet je echt 5 minuten wachten zodat je iets kunt bouwen. Oeh, wat hebben we hier geopend? Oké, buy ship. We kunnen een schip hier laten zetten. Nice. Oeh, oké, hij is al onderweg. Dan denk ik hier nog eentje. We kunnen hier 4 schepen laten plaatsen. Dus dat gaan we allemaal doen. Ze worden ook precies allemaal duurder. Ha, rip mijn portemonnee, maar we hebben nog genoeg centjes. Hier kunnen ze allemaal spawnen en weggaan. En het leger gaat ons veilig houden. Adios, mijn grote vrienden. Ik hoop jullie snel tegemoet te zien. Hartstikke leuk. Als jullie dit willen ook spelen, laat het mij weten in de comments. Heb je nog leuke andere spelletjes in Roblox voor mij? Let me know in de comments. Maar als dit je goed bevalt, wil ik dit zeker vaker doen. Tot en met wij echt de allergrootste zijn. Ik ga jullie zelf verslagen in dit spel. Oké, we hebben hier iets gespawnd. Oeh, ballonnen. Voor mij gaat het nu ineens heel snel om van die luchtballonnen en al die dingen te plaatsen. Adios, amigos. Want ik heb heel veel gespaard. Normaal gezien moet je daar een half uur voor wachten. En ik gun het jullie door gewoon te klikken. Oké, dus dit is ons hele portaal. Ik kan het nog eventjes tonen als jullie willen. Hier is, dit is eigenlijk gewoon, oeh, wat is dit? Oké, een lichte auto. Kunnen we hier nog iets spawnen? Ja, ik denk nog eentje. Nog eentje. Oké, dit is eigenlijk gewoon de standplaats voor auto's. Dus wij gaan gewoon alles volzetten, dat die mensen bang worden van ons. Dit is dus eigenlijk een autoverkeerplek, zoals jullie kunnen zien. Dit is voor de auto's. We hebben hier ook nog een bak. Wat is dit? Oeh, Super Soldier. Oké, nice. Hier zitten al de soldaten die hier binnenkomen. Hier ook.
Die hebben we dus allemaal volgezet. We gaan gewoon kijken naar de VIP-plek, want die heb ik normaal allemaal nu unlocked. Een coworker, als ik het goed heb gelezen. En naar boven gaan, want daar zaten ook allemaal nog mensen. Oké, deze konden we dus straks niet kopen, want die was dus 1 miljoen. Maar die hebben dus unlocked en we hebben nu 1,1 miljoen nog steeds genoeg. En zie je al die mensen van het leger daar lopen. Wacht, kunnen we het hier? Nee? Ja, hier. Zoals je kunt zien, ze gaan allemaal los. Oeh, we worden wel goed geairstrikt, zie ik. Dat is niet de bedoeling. Oké, we kunnen per se een missile starten. Launch missile. Oké, we hebben iets gestart. Oh, dit is pas van 10 miljoen of hoeveel is het? Ik kan het niet eens lezen. Dat wordt een beetje te duur. Maar goed, we hebben in ieder geval al het nieuwste van het nieuwste gekocht. Voor 1 miljoen euro. Dat is veel. 500 euro voor een trapje. Misschien kunnen we boven nog iets plaatsen. Ik denk het niet. Nee, maar we hebben wel een dak met een trap. Voilà, dat kan ook natuurlijk veel sneller. We hebben hier al onze wapens. Alles wat we hier kunnen gebruiken. En als je hier naar beneden loopt, hebben we ook nog hier een plek voor allemaal nog dingen, explosies. Maar die gaan we nu niet gebruiken. Ik wil echt het zo groot mogelijk maken. Dat kan later als wij, oh ja, meer dan 500 kills, dan kun je nog iets aan je standbeeld laten plaatsen. Onze boten die staan op dit moment, hartstikke leuk. Hier kun je niet verder meer, lijkt het, doen. Dit zijn dus onze ballonnen. En dan moeten we even kijken, want die mensen die gebruiken allemaal airstrikes. Ik ga kijken of ik hier al een sniper heb gezet, want je kunt hier snipers allemaal laten zetten. Ja, hier kunnen we inderdaad nog iemand zetten. Een sniper voor 1000 euro, dat doen we natuurlijk. Daar staat er, zoals jullie kunnen zien, ook nog eentje. Dus die gaat ook nog ons helpen. Goed doen, mijn lieve vriend. Help ons en ons team de grootste maken. Hier nog een ballon. Het gaat goed, maar zie die helikopters en zo. Ik moet even kijken hoe ik dat kan doen. Voilà. Ik val heel naar beneden. Dit is ook wel leuk om te spelen, vind ik. Oké. We gaan eens kijken. Dit is inderdaad wat meer realistischer dan het andere. Oké, we kunnen hier nog van alles kopen. Buy search points. Daar kun je search points mee krijgen. Oké, dat kopen we allemaal, want we kunnen het. Hup, hotste flots. Oh, ineens gaat het geld wel heel snel op, zag ik. Maar zij komen van 2,4 miljoen. We staan nu op 40.000 euro. Dat is nog steeds heel veel geld, maar toch een stukje minder dan we eerst hadden. Oké. En als jullie nu denken, Soraya gaat veel te snel met je geld om. Ik weet dat. Maar wij maken dat geld, zoals jullie kunnen zien, heel snel terug. In een seconde hebben we $1000 gemaakt. Dus dat hebben wij zo snel terug. En zoals je kunt zien, dan hebben we hier, zijn wij sneller in ontwikkeling. Kijk, in de tijd dat ik 10 seconden heb gepraat, hebben we bijna al 15.000 euro. We hebben lichte airships, ballonnen, lichte helikopters en helikopters. Kijk, hartstikke leuk. Ik moet nog hier even op wachten, want dit is allemaal te duur. Oh, allemaal vanaf de 50.000 euro tot 200.000 euro. Dus ik wacht nog even. En in de tussentijd kijk ik even hoe mijn soldaten het doen. Hey, Gunner, wat ga jij doen? Ga jij mij beschermen? Ik hoop het. Het is je geraden. Kunnen we hier al wat meer dingen weer aanhalen? Ja, we kunnen de borden hier weer vullen. Dat zijn nu die goedkope dingen. Tot en met wij even moeten sparen weer. Iedereen moet sparen. Als je nu veel geld hebt of niet. De meeste mensen moeten toch sparen in hun leven. En sparen is goed. Dan leer je dat. Ook al ben ik niet goed in sparen, moet ik dat eigenlijk niet zeggen. Is dat niet eerlijk? Oké. Voor de mensen, sorry als jullie denken van ik wil dat je het opleest, Soraya. Het spijt mij, maar wij hebben daar geen tijd voor. Wij moeten de beste worden. We hebben hier dit bord nu ook al klaargezet. Met explosief noobs, fire noobs, heavy minigun, minigunner, heavy shotgunner, shotgunner, heavy soldier, medic. En al die mensen en toe dingetjes van dien. Hartstikke leuk. Oeh, we hebben hier een ballonman en zie hem gaan met de bom. Hey! Oeh, kunnen we dan zien dat hij gaat bommen? Ik denk het wel. Ze gaan naar de vijanden. Daar zijn de vijanden. Oeh, spannend. Kijk, onze boten die gaan er ook weer vandoor. Maar hier zijn ook serieuze helikopters. En ik denk dat ik daarvoor nog niet heb wat ik nodig heb. En als het goed is, kunnen wij nu een soort van zwaard hier plaatsen. Omdat we 500 kilo hebben. Als het goed is, inderdaad, we hebben daar nu nog een knop. Dus we moeten daar wees kunnen komen zonder te vallen. Wou ik net zeggen. Even kijken, hoe kunnen we daar het best komen? Ik denk hier. Ja, kijk, we hebben een zwaard. Dat is om aan te tonen aan de vijanden. Trapje, goed zo. En dan moeten we 1000 kills hebben. Oh nee, we hebben hem. Yes! Kijk eens aan. Dit toont aan dat wij meer dan 500 kills hebben. Want we hebben er 1000. We hebben er 1080. Kijk, twee zwaarden om te tonen dat wij de beste zijn. Gaan we dit overleven? Ja. Oh, nice.
Wij zijn mega sterk. Dat komt gewoon omdat we dit hebben. Dit standbeeld. Anderen hadden het niet overleefd. Ik zie trouwens op dit moment dat we nog maar... Wie ben jij, Noob King? Waarom ben jij hier? Waarom ben jij hier? De Noob King wil even tonen dat hij zogezegd king is, toch? Ja. Wat wil je hier doen? Wil jij een beetje gaan kijken? Wil jij een beetje kijken wat ik aan het doen ben? Een beetje afluizen, hè? Dat wil jij doen, hè? Noob King, hier komen. Hier komen jij. Hè? Even kijken, toch? Oeh, we hebben hier nog twee plekken. Oeh, ik had het niet eens gezien. We hebben hier nog wat geplaatst. Als we kunnen plaatsen, moeten we plaatsen. Kijk, echte Noob King zijn wij. Hup, aan de andere kant. Dat kunnen alleen echte Noob Kings. Oké, nice. Ik heb trouwens gezien, maar we hier... Weg jij! Hup, weg. Kunnen we hem laten vallen als we nu dit doen? Ah, Noob King, doei! Oh, dit was zo leuk van mij. Dit was heel stom, maar wel leuk. We hebben Noob King afgemaakt in het water. Als jullie het leuk vinden, let me know, want dan doe ik graag een part 2. Dan ga ik bij de volgende aflevering deze bijzondere knoop kunnen drukken van €200.000. En wie weet kunnen we dan nog wat meer doen. Ik weet nog niet direct of je meer dingen kunt indrukken, want ik heb hier dus al alles gedaan. Maar ik zag dus bij heel veel mensen dat ze tanken hadden. En ik denk als we die knop hebben ingedrukt, dat we hier ineens aan de zijkant weer een mogelijkheid hebben om iets nieuws te gaan plaatsen. Iets van tanken of andere dingen. Dus let me know in de comments. Willen jullie meer Army, Noob Army Team of hoe noem je dit spel zien? Like de video. Het woord van vandaag is Noob. Als jij een echte Noob bent, laat het weten in de comments. Vergeet niet te liken, te abonneren en een meldknopje aan te klikken. Dan blijf je altijd up-to-date als er een nieuwe video online komt. En dan zie ik u graag de volgende keer terug bij een nieuwe Roblox. Horror of een leuke video. Adios, doei doei.